Kabinet onder vuur door de Pan American Real Estate zaak. De Surinaamse gezondheidszorg gaat digitaal. En de wisselkoersen voor buitenlandse valuta zijn al enkele dagen flink aan het dalen. Goeiedag. Dit is Regio Nieuws TV Suriname van 21 februari 2024. Het nieuws voor 1 miljoen Surinamers. Het kabinet ligt momenteel onder vuur vanwege de vermeende corruptieve betalingen aan het bedrijf Pan American Real Estate. Maar deze kwestie is slechts kinderspel, beweert voormalig parlementariër Rachid Doekie. Er zijn namelijk veel grotere misstanden die plaatsvinden op het kabinet van de president, zegt hij. Personen dicht bij het staatshoofd krijgen opdrachten toegewezen waar tientallen miljoenen Amerikaanse dollars mee gemoeid zijn. Doekie noemt het voorbeeld van een bakker die voor 35 miljoen US dollars het Sarabaca-kanaal mocht opschonen. Dezelfde persoon kreeg 58 miljoen Amerikaanse dollar om de Arawara-sluis op te knappen, ver boven de geschatte kosten. Maar hoewel de man al is betaald, is de sluis nog steeds defect, vertelde Doekie in een interview aan Lim FM. Er zouden nog voor tientallen miljoenen zijn uitgegeven aan dubieuze opdrachten. En dit zou allemaal bekend zijn bij de procureur-generaal. Maar het is onduidelijk wat de status is van de onderzoeken hiernaar. De Surinaamse gezondheidszorg gaat digitaal. Het ministerie van Volksgezondheid spreekt zelfs van een revolutionaire stap naar digitale gezondheidszorg in Suriname. Het gaat om een nieuw informatiesysteem voor gezondheidszorg, het Information System for Health Project. Hiermee wordt de gezondheidszorg in Suriname volledig geautomatiseerd. En dat moet kortere wachttijden opleveren en een efficiëntere uitwisseling van patiëntgegevens tussen zorgverleners. En dit moet dan weer leiden tot een op maat gemaakte gezondheidszorgervaring afgestemd op de individuele behoeften van elke patiënt, zegt het ministerie. Het ministerie verwacht dat het project zal resulteren in een kostenefficiënte gezondheidszorg, waardoor die voor iedereen betaalbaar wordt. De wisselkoersen voor buitenlandse valuta zijn in Suriname al enkele dagen flink aan het dalen. Maar dat is volgens de economist Ramouter Singh geen goed teken. De plotselinge daling van de wisselkoers wordt namelijk niet ondersteund door een sterke economie. De daling kan een incidentele beweging zijn die niet voordelig is voor het land. Het is belangrijk dat de koers structureel en geleidelijk daalt als gevolg van verbeteringen in de economie. Dat de koers plotseling daalt zonder dat er meer gewerkt wordt of meer dollars verdiend worden, toont aan dat het geen gezonde situatie is. De recente daling van de koers wordt volgens de economist veroorzaakt door een aantal factoren. Hij noemt als voorbeelden het binnenhalen van geleende dollars en een afname in de koopkracht. Dat leidt tot minder import en daardoor een overschot aan dollars. En daarnaast hebben de hoge rentes bij de openmarktoperaties, de zogenoemde OMO's, een verstorend effect. De koersdaling is in ieder geval niet een gevolg van efficiënt overheidsbeleid, zegt Ramouter Singh. Hij voorspelt dat de wisselkoers niet structureel laag zal blijven, gezien de huidige economische situatie van het land. De koers zal weer stijgen omdat er geen significante economische verbetering is die de daling rechtvaardigt. En tot zover Regio Nieuws TV Suriname. Wilt u dagelijks op de hoogte blijven? Download in onze app. En nieuws kunt u melden aan suriname@regionieuws.tv. En kijkt u via YouTube en spreekt het nieuws u aan. Like ons en vergeet niet u te abonneren. Dank voor uw aandacht en blijf vooral gezond.